Welkom bij een nieuwe vlog voor magische geurtjes. Sensi.nl. Nou, normaal schiet ik de vlog net ietsjes eerder, maar dit keer was Tamara eerder om haar Wiffbox op te halen en moet ik de mijne nog even unboxen en vloggen. Gaan we dan maar even gauw doen. Want het is inmiddels alweer de 13e van de maand. En deze fantastische box is alleen nog in de maand augustus verkrijgbaar. Als je nou zegt van, hey Ann, wat heb je in je handen? Dan kan ik zeggen, ik heb een hele leuke doos in mijn handen. Gevuld compleet tot de nok toe. Dat is nog best wel zwaar. Met allerlei Sensi producten. En de Wiffbox. De Sensi Wiffbox is eigenlijk de Sensi Loot Crate. Verrassingsbox, doos, hoe je het uit wil schelden, gevuld met Sensi producten. De box kost €51, elke maand een ander thema. En augustus is de transitiemaand. Mocht je dat nog niet gezien hebben op de webshop van Magische Geurtjes, dus http://magischegeurtjes.sensi.nl, dan kan je in ieder geval zien, ergens of bij aanbiedingen, toch inderdaad ergens om het kopje aanbiedingen, laatste kansproducten, want augustus is de transitiemaand. Sensi gebruikt altijd de maand voordat de cataloguswissel gebeurt, de maand ervoor als transitiemaand. Dus de fantastische dingen die hierin staan in de vaste collectie gaan verdwijnen. En ik heb ze toch voor mijn neus even liggen, want ik heb ze van de week binnengekregen. Gaan plaatsmaken voor onder andere de fantastische producten die in deze gids gaan staan. Ik ben druk bezig, dus ik ga nog niet alles spoileren met veeltjes maken. Daar ik ook toch echt wel bezig ben, kan het laten zien hoor. Dus dat ziet er dan zo uit. Het huis ruikt ook echt fantastisch. Het is nog steeds rete warm in huis. Het is nog steeds tussen de 25 en 26 graden hier in huis. Buiten is het in ieder geval al wat afgekoeld. Men zegt dat het moet gaan onweren. Ik ben geen groot fan van onweer. Echte scheidlijsten als het op onweer aankomt. Maar op dit moment vind ik het helemaal niet erg als het gaat onweren. Als maar in ieder geval die drukkende warmte verdwijnt. Al dan niet bij ons, buiten ook nog steeds gewoon drukkend warm. Maar ik heb echt zoiets van met de geurlok die ik gewoon aan het smelten ben om snuffelgidsen te maken. Ruikt het hier in huis al naar de heerlijkste herfst- en wintergeur. Je wilt niet weten, zo lekker. Echt zo lekker. Maar ja goed, voor mij mag het in ieder geval nog wel even een graadje koeler zijn. Want dus zodra het boven 24 graden komt, ben ik niet voor gebouwd. Neem niet weg dat de wax, ik heb ze inmiddels wel weer in de box gedaan. Dus ook echt met een, en dat zeker met als er aan de temperatuur boven een bepaalde hoeveelheid komt. De geurwax altijd in een mylar zak komt. Al dan niet met een sandpack. Dus de wax even apart gelaten in de mylar zak. Wat toch gewoon ook lekker cool is. En nu net heel even in de Wiffbox geplaatst. Dus aan. Ik heb de sneak peek al gezien. Maakt niet uit. Dus ik ga nu officieel met jullie unboxen. Openmaken. En ook al heb ik net een spoiler gezien. Maakt mij niet uit. Zoals gezegd, elke maand een ander thema. En dit thema is de sneak peek van de nieuwe catalogusproducten. Deze gaat dus per 1 september gelden. Dus vanaf 1 september wordt de webshop omgegooid. Geurwax gaat eruit. Bepaalde andere heerlijke dingen, waaronder de waskorrels van Yummy Time, gaan eruit. Dat vind ik echt heel erg. Want ik ben verzot op de waskorrels en de waslijn van Yummy Time. Dus mocht ik die voorbij zien flitsen. In de uitverkoophoek, 3 kraaien wie gaat hamsteren. Ik dus. Want ja, ik vind het zo lekker. Echt zo lekker. Neem nu echt dat ik mensen wel een ander goed alternatief
voor die geur, hè, alleen die geur, gevonden heb. Want voor mijn kleren gebruik ik nog steeds de Fiji Flower Corals of de Fluffy Fleece. En voor mijn linnengoed vind ik Windowsill Breeze echt super lekker. Nou ja, die geuren die blijven gelukkig allemaal. Maar Yummy Time niet. Dus mocht die dadelijk in de uitverkoop belanden, ik ga los. Meen ik serieus. Maar goed. Het leuke hiervan is dat we dus echt een sneak peek gaan krijgen in de nieuwe geuren die ons te wachten staan. Sommige geuren, wat ik in ieder geval zag, komen weer terug. Zijn of een onderdeel geweest van een bepaalde collectie. De herfstcollectie, een wintercollectie. Niet de Scentspirations. Die niet. Maar de Scent of the Season wel. En de Scent of the Season. En volgens mij heb je nog een wintercollectie. Dus ja. Super lekker. Sommige geuren zijn een geur van de maand geweest. Andere weer uit de herfstcollectie. De aparte losse herfstcollectie. Dus ik had natuurlijk vorig jaar bijvoorbeeld. Hij ligt toevallig naast. Want ik ben dus echt van die filters aan het maken. De Fall Into Love gehammerd Amsterd. Echt zo lekker. Maar daardoor dus in de vaste collectie beland. Onder andere. En die ligt hier ook voor mijn snuffert. De White Pumpkin en Driftwood. Dus ja. Om je toch een beetje een sneak peek te geven. Omdat we toch in het thema bezig zijn. Dus hoe leuk is het dan dat je een box krijgt. Gevuld met goodies. Voor het komend catalogusseizoen. Normaal heb ik aan de binnenkant. Want het valt me gewoon op dat die aan de binnenkant niet bedrukt is. Hashtag happy whiffing. Of. Je hebt er nog één meestal. Maar goed, dan moet ik even in mijn oude box nu gaan. Staat hij hier toevallig op? Hashtag Scentsy with box. En dan kan je hem in ieder geval delen via je sociale media kanalen. Nou, de flyer zit er natuurlijk ook wel bij. Overduidelijk. En op de voorkant staat een voorproefje op de najaarsgeuren. Altijd lekker, altijd goed. Maar goed, ik ben ook meer van het najaar, de pumpkin spice. En ik kan het niet meer drinken. Mijn pumpkin spice frappuccino van de Starbucks. Maar die, weet je, dat soort pompoengeuren. En we hebben natuurlijk ook de Gordy Goodness waxcollectie inmiddels al wat in de webshop is. Ook dat is echt een rete lekkere, over pumpkin spice gesproken, echt een rete lekkere waxcollectie. Dus ja, ik zou haast zeggen, voor mij mag de hete zomer voorbij. Kom op Indian Summer en kom erop met de heerlijke herfstgeur. Want ik ben echt wel meer het herfstgeurwax type wat betreft de seizoenen. Dus ja. Maar goed, op de achterkant van de flyer staat inmiddels. Voor je het weet staat de herfst weer voor de deur en nieuwe Scentsy-geuren zijn onderweg. Je whiffbox van augustus geeft je een voorproefje van de nieuwe producten uit de catalogus najaar-winter 2024-2025. Zodat je een voorsprong kunt maken bij het vinden van je favoriete seizoensgeuren. Dus ja. Niet wetende. Ik als consulente kan meedoen aan een assortiment van incentive. Een assortiment van verdienmodus. Waar ik elke maand een bepaalde opdracht in heb. En mijn opdracht voor de maand augustus was. Regel een verkoopset. Nou, en toen dacht ik van de wax zal vast wel komen. Of het nu direct nog niet. Ik doe de verzorgingsproducten. Dus alvast een fles handzeep, een body wash en een handcreme. Dus ik heb er nu dus twee. Niet wetende dat hij trouwens in de whiffbox zou zitten. Dan heb ik hem toevallig naast mijn lichaam. Dus die is er lopen. En die is gewoon super lekker.
En het fijne vind ik, ik zal het eens aan jullie laten zien, als je dus een druppie op je hand doet. En het scheelt natuurlijk weer dat ik dan geen nieuwe tube hoeft open te maken. Want ik heb er net de pink coconut open gemaakt. Het fijne vind ik is, en zeker met deze handcreme, trekt heel snel in. Het wordt ook niet vettig. Het is gewoon heel fijn. Kan af en toe, je hebt een beetje in mijn hand gehangen. Beetje. Kan dan wel een heel klein beetje bijten. Of als je dadelijk met de winterperiode de kloofjes hebt. Er zit natuurlijk wat alcohol in. Maar het droogt niet je handen uit als waar de handcremes waar heel veel alcohol of verdrogende producten in zit. Deze absoluut niet. Ik vind het echt zo heerlijk. De pink coconut is heel zacht. Het is ook niet overheersend. En je ruikt echt een heel klein beetje de kokos. En doordat hij natuurlijk wat net wat anders is. Is het gewoon echt een hele mooie zachte geur. Er staat er toevallig op de waxbar wat er namelijk in zit. Nou, toegevoegd doen ze ook zonnebloemolie en aloe vera. Dus dat is in ieder geval wel heel erg lekker. En pink coconutte geur. Moet je denken aan roze klei, romige kokosnoot, Tahitiaanse vanille en zoete framboos. En echt zo lekker. Nou, heb ik alleen nog niet gesneakpeaked. Moet ik trouwens nog doen. Want dit is trouwens een geur van de maand geweest. En dit is nou net de waxbar die ik gewoon gemist heb. Ik bedoel, zo jammer. Want anders had ik dit denk ik ook een heerlijke, lekkere geur gevonden. Als ik hem nou toch van mijn vingers heb liggen. Kijk, zoals je ziet, ik heb met mijn handen ingesmeerd. Normaal zie je ook een vette rand. Absoluut niet. Dus het is echt, dit spul is zo ideaal. Echt. En zeker dadelijk als het gaat vriezen. Ik vreet die potten, of dan tubes, nog net niet op. De pink coconut. Ik zal eens even, nou ik toch aan het sneak peeken ben. Kijken of die ergens tussen staat. Nee, dat is de pink rhubarb and sugar. Trouwens ook een erg lekkere. Nee, dat is de pink cotton. Dus niet de pink coconut. Pink cotton is trouwens ook een hele mooie zachte geur als je daarvan houdt. Nee. Dus ja, weet je, dat is gewoon wel. Want ik heb die geur van de maand gewoon gemist. Wat wel heel erg fijn is, is dat ik daar nu dus wel de verzorgingsproducten set van heb. En een tweede tube. Dus kan nooit kwaad. Ik ben er in ieder geval super, super blij mee. En dit is echt, weet je, hou je niet van kokos. En wel meer van de framboos. Of niet van de overheersende kokosproducten. Het is niet echt een geur dat je denkt van, oh, de kokos overheerst. Absoluut niet. Absoluut super lekker dus. De tube. Wat er ook in zit is een geurzakje. Cherry's Jubilee. En Cherry's Jubilee is echt... die heb ik dus net tot veeltjes gemaakt. Ook toevallig. En grappig. Cherry's Jubilee is volgens mij een geur van... Nee, dat is wel een van de wintergeur geweest. Net zoals bijvoorbeeld de Rampant Plum. Over Rampant Plum gesproken. U roept en ze draait. En dit is een hele mooie kersengeur. En ik ben niet zo van de kersengeuren. Ik vind dat kersen altijd heel, heel sterk zijn. Moet ik ook, weet je, verse kersen van de boer, heerlijk. Echt. Een vorig leven vrat ik een zak zo op. Hoef ik helaas niet te doen, want in kersen heb ik inmiddels met mijn kast op buikpas geleerd, zit heel veel suiker. Dus ik dump erop. Ik durf het niet aan. Ik krijg er nu buikpijn van. En dat is het ook, ja, weet je, een 1 of 2 kersen, dat gaat. Maar ja, goed, daar koop je niet een pond voor. Dus, en dat is gewoon zonde. Maar Cherry's Jubilee is een hele mooie, zachte kersengeur. Dus ook niet waar de kersengeur overheerst of heel zoet is of intro je absoluut niet. Dus het is echt wel een hele mooie kersengeur. Dus hier ben ik eigenlijk best wel heel blij mee.
Wat doe ik met een geurzakje? Een geurzakje kan je in je auto leggen, kan je in de kast ophangen, kan je in je wc neerleggen. Alle kleine ruimtes waar geen stopcontact zijn, kan je ermee gebruiken. En wat ik meestal doe, en dat is, ik gooi meestal een zakje in mijn sporttas. Op die manier hou ik de binnenkant van mijn sporttas altijd erg lekker als ik hem open doe. En meestal tegenwoordig transpireer ik wat meer. En als ik dan daarin mijn sportschoenen weer terug in de tas mik, dan blijft het ook gewoon wat frisser geuren. Dus ik ben hier wel heel erg blij mee. Ondanks dat we net over spraken, de geur Rum Pam Plam. En dit zijn pots. Als je zegt, wat zijn pots? Pots is dit systeem. Dit is een baksloos systeem wat je kan gebruiken in de geurventilatoren. Als je de luchtreiniger hebt van Sensi, dan kan je ook daar de pots in bovenop doen. Ik heb een mini ventilator in mijn auto. Zit een USB-poort op. Dus je zou, als je een mini ventilator hebt, je kantoorruimte mee kunnen. Ja, dat je dat in ieder geval naar je favoriete geur kan laten ruiken. Heb je een wat mobielere werkplek waar je je laptop in mee kan nemen. En je denkt van, nou, ik wil gewoon, dat kan je hem ook inpluggen. Want in je laptop zit meestal ook een USB-poort. Een SensiGo kan je ook gebruiken voor in de caravan. Of je hotelkamer. Handig. Dus, en pots. Ik weet niet of je het kunnen zien. Maar het zijn eigenlijk geurparels. Geurkorrels. En doordat de lucht er doorheen geblazen wordt, ruikt dat gewoon super lekker. En Rum Pam Plam is lekker. Echt super lekker. Heb je bijvoorbeeld de Sanderson Sisters Perfectly Wicked? Of heb je die nou net gemist? Dan is Rum Pam Plam erg lekker. Lief terug, de Sanderson Sisters zullen waarschijnlijk ook vanaf 1 september weer beschikbaar zijn. Tijdelijk. En dan weet ik niet of ook hun warmer terugkomt. Ik dacht het wel. Niet 100% zeker. Maar de Sanderson Sisters zijn zo lekker. Mix je bijvoorbeeld de Sanderson Sisters met bijvoorbeeld de geurwax van Maleficent. Mistress of Evil. Die zitten trouwens beide in mijn club. Want los zijn ze super, super lekker. Tezamen, als je van Tom Ford's Lost Cherry houdt. Tezamen vormen ze de 1-op-1 Tom Ford's Lost Cherry in geurwax. Super. Maar heb je dus die nu helaas gemist. Maar dan is Rum Pam Plam. Of als dadelijk weer de Sanderson Sisters in de kluis gaan. Een perfect alternatief. En die is gewoon het hele seizoen verkrijgbaar. En zo onwijs lekker. Pruimengeuren. Dat is bij mij net als de kersengeuren. Sommige kan ik gewoon niet handelen. Deze wel. Die is echt super lekker. Dus ik ben echt blij dat deze in geurwax, maar zoals jullie ook kunnen zien, in pot terugkomen. Zo lekker. Ik word hier zo vrolijk van. Daarnaast, de olifant in de doos is vervolgens magie in een fles, als ik het goed heb. Ja, de counterclean. Ik ben hier zo blij mee. Zoals sommigen weten heb ik een viervoeter hier in huis rondlopen. Viervoeter, daar top ik al een aantal maanden mee met Arja. Al dan niet dierenarts in, dierenarts uit, antibiotica in, probiotica daaruit. We zijn nu al maanden aan het tobben. Eigenlijk ja, vanaf Shuri ja, eigenlijk ziek werd en ja, vervolgens niet meer terugkwam na dierenartsbezoek. Dus ja, we lopen heel erg te tobben. Ze heeft ook een lelijke blaasontsteking gehad. Inmiddels ook een zone-injectie. Dus laten we hopen. Het is nog een beetje aanmodderen. Dan we richting de goede kant op gaan. Hoewel, nou ja, goed. Ik weer sinds een dag of twee plasjes op kan ruimen. Niet fijn. Maar wat wel fijn is een fles counterclean. Magie in een fles.
Dus niet alleen om hele nare huisdierengeurtjes mee te verwijderen en dat de boel weer schoon wordt, schoon blijft. Althans, het laat een soort van beschermlaagje achter, maar ook gewoon om weer lekker schoon ruikt. Dit is de nieuwe geur Ocean Air en Coconut Water. En dat is een voormalige zomercollectiegeur geweest. En die is zo lekker. Zoet, tropisch en fris. Echt super lekker. En ik denk ideaal inderdaad voor als counterclean of in de schoonmaakproducten. Dus denk ook aan Sensifris. Denk ook aan het allesreinige concentraat te gebruiken. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Daarnaast zitten er nog twee waxbarren in. Dat is altijd hier waar ik heel erg vrolijk van word. En laat het nou pistachio wood zijn. Ik zag dit als sneak peek voorbij komen tijdens de SFR. En ik is normaal gesproken verzot op alles met pistachio. Zo lekker. En we hebben in het verleden een Brimbam Bar gehad. Pistachio ice cream. Wat ook echt gewoon pistache roomijs is, 1-op-1. En dit is zo lekker. Dit is gewoon echt pistache. Pistachenootje of het ijsje of, nou ja, neem het. Overal waar pistache in zit en toch ook. Wat robuuster, wat houtachtiger. Net even anders. Ook niet zo zoet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat die gaat. En als ik dan toch de nieuwe gids voor mijn neus heb, kan ik net zo goed ook de geurbeschrijving even voorlezen. Van de verschillende geuren. Dat is misschien wel zo handig. De Ocean Air en Coconut Water. Ja, dat is een goeie. Waar is de waslijn? Nou, daar kan ik in ieder geval niet de geurbeschrijving meer van vinden. De Rampam Plam, daar kan ik trouwens wel als het goed is de geurbeschrijving van vinden. En je zou denken dat die bij het fruit staat, maar dat is niet zo. Die staat toevallig bij de bakkerijgeuren. Je zou echt verwachten dat hij tussen de fruit zou staan. Maar hij staat dus bij de bakkerijgeuren. Dat is zoete pruimenjam, vanille suiker en kruimige boterkoekbodem. Echt zo lekker. En echt een perfect alternatief voor de Sanderson Sisters Perfectly Wicked. Dus ja, daarnaast hadden we natuurlijk Cherry's Jubilee. Houd een gaatje vrij voor het toetje. Zwarte kers gestoofd met framboos en een vluchtje frisse citroen. En echt niet zo zoet. Ook als je hem warmt, het is niet zo heel zoet. En dat is wel heel erg fijn. Zoals ik vind het heel erg fijn. En de pistachio wood, zoals gezegd, echt tussen de houtgeuren. En dan moet je echt denken aan heerlijke pistache. En een boterachtige amandel op een beetje van cederhout. En hij is echt. Ik denk dat, ja. Maar moet ik hem nog warmen en kijken hoe die zich ontwikkelt. Maar waarschijnlijk kan ik daar misschien wel een keertje de pistache ice cream mee mixen. En dat daarmee misschien de pistache wat meer omhoog komt. Maar goed, dat is voor later. En dan heb ik nog één bar. En dan weet ik toevallig dat dit de geur van de maand september wordt. Dus dat is spooky, but sweet. En september in de Verenigde Staten begint dan een beetje de Halloween-versiering. En trouwens, dat zie je hier al als je naar de Action gaat. Begin je ook alweer de Halloween-versiering en de herfstversiering te zien. Dus in de Verenigde Staten is dat nog wat veel erger en veel meer. En 31 oktober is natuurlijk daar Halloween. En spooky, but sweet. Is inderdaad heel zoet. Echt heel zoet. En
En er zit iets, ik denk een soort van amandeltje in. En iets van mandarijn of sinaasappel. Ik moet heel erg aan sinaasappel denken. Weet je, de vulling, het ruikt een beetje, het citrusgedeelte ruikt een beetje naar de vulling wat in een sinaaschocolade dingetje zit van de Heer. Maar wel heel zoet. En juist door die amandel, wat ik denk ik ruik, in balans. Want ik ben niet zo van de citrusgeuren. Dus hier zou ik niet 1, 2, 3 voor gekozen hebben. Maar goed, dat maakt van dit boek juist zo leuk. Omdat je dus producten krijgt waar je niet 1, 2, 3 voor zou kiezen. En ja, het blijft gewoon leuk. Maar dit is een verrassende. Dit is een hele verrassende. Nee, daar ben ik wel heel erg blij mee. Echt zo lekker. Als je van pistache houdt, pistache roots, zo onwijs lekker. Dus ja, echt super. Ik zal hem even zo doen. Kijk. Dus dat gezegd hebben we een heerlijke box voor €51. Als je het gaat omrekenen, aan waarde is een waxbar al €8,75. De pot, de handcreme als de counterclean zijn €14,75 per stuk. En een geurzakje €10,25. Er zit dus al voor ruim €71 aan Sensi-producten in die box, terwijl je er maar €51 voor betaalt. Heb je een Sensi Club abonnement? En heb je daar al voor €88 aan geurwax of andere producten in zitten, dan kan je de box nog zelfs voordeliger krijgen. Heb je voor €44 erin zitten, dan krijg je al 10% korting. Dus dan gaat er al €5,10 van de prijs af. Dus dan is het niet 51, maar €46,90 als ik het uit mijn goed doe, uit mijn hoofd goed doe. De box. En heb je dus al voor €88 aan producten in je club abonnement zitten, dan kan je hem zelfs voor de helft van de prijs als halve prijsproduct toevoegen. En dan is het niet €51, maar €25,50. Dus dan heb je helemaal waar voor je geld. Zeker als de waarde, inhoudwaarde €71 is. Dus ja, leuker kan je dan niet maken. Heerlijke box. Ik vind het echt super leuk. Ook omdat je dus als gewoon als Sensi, niet alleen als consulent, want ik ben natuurlijk consulent, dus ik heb mijn SFR gehaald. Ik ben een beetje bij. Heb je niet de SFR gedaan, dan verschijnen iedere keer weer wat nieuwe producten, nieuwe sneak peeks als consulenten zijnde. Dus dit is als klant zelf zijnde gewoon een hele leuke speelse manier om alvast een sneak peek te krijgen van de nieuwe geuren die gaan komen. Zo leuk. Ik vind het zo leuk. Dus ja, wat dat betreft, jullie zijn weer helemaal bij. Jullie weten dus wat de inhoud is van de maand augustus. Dus ook niet bij me komen als jullie weten al wat 1 september gaat worden. Nee, 1 september is voor mij de dag dat ik de mijne altijd bestel. En meestal, doordat ik in een speciale consulentengroep zit, een paar dagen later krijg ik meestal een spoiler te zien. Dit keer trouwens ook niet gezien, moet ik eerlijk zeggen, voor regio 2. Vanaf de eerste week september weet ik een beetje wat de inhoud gaat zijn van de septemberbox. Vind je deze box helemaal super? Ga dan naar de webwinkel van Magische Geurtjes. Dus http://magischegeurtjes.sensi.nl. En daar kan je hem onder de Wiftbox bestellen. En krijg je hem toegestuurd. En zoals gezegd, vanaf 1 september weer een nieuwe inhoud in de Wiftbox. En ik ben benieuwd of dat onze Halloweenbox zal zijn. Al dan niet met wat villains, Maleficent, Sanderson Sisters. Wat ik hoop, wat ik verwacht.
Maar dat kan zomaar anders zijn. Of een sneak peek met producten uit de herfstcollectie. Dus dat is naast de vaste collectie, komt altijd de herfstcollectie uit. Dus dat zal het zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind september altijd een van de leukste Vivbox maanden die er zijn. En meestal is november ook altijd een van de leukste Vivbox maanden. Omdat je dan altijd meestal iets exclusiefs krijgt voor de feestdagen. Dus ben benieuwd. En tot die tijd wacht ik de spoilers af. Zodra ik gewoon mijn box allang besteld heb. En meer dan dat kan ik ook niet doen. En dan pas, zodra ik dus eerste spoilers heb, kan ik dat met jullie delen. Al dan niet via WhatsApp. Als ik hier mijn klantenbestand heb staan, zo niet. Zodra ik dus gewoon de informatie kan delen op Instagram, Facebook, tegenwoordig TikTok, TikTok. Echt, ik hou die sociale media ook af en toe gewoon niet meer bij. TikTok, Facebook, Instagram of het YouTube kanaal. Vind je het hele leuke informatie? Geef me een duimpje omhoog. Vind je het sowieso hele leuke content en wil je erop abonneren? Zou ik het super vinden als je op de volgknop drukt en abonneert op het kanaal van Magische Geurtjes. Voor nu, ik ga hem uitpakken. En volgens mij is de volgende set viltjes klaar. Dus ik ga weer verder aan de gang. Want een snuffelrit lijkt heel leuk. Is ook heel leuk als je hem van mij krijgt. Maar is onverwachts toch nog een hoop werk om te maken. Maar goed, dat is iets wat jullie niet zien of beseffen als jullie dadelijk met de snuffelgids in je handen, met je neus in de gids zit. Dus maar goed, ik ga weer aan de slag. Ik moet weer even verder en ik zou zeggen tot de volgende keer. Oh, en hou de media sowieso deze week in de gaten. Want ik denk dat voor het weekend, een donderdag of een vrijdag, ben je groot Beetlejuice fan, de informatie beschikbaar komt van de Beetlejuice collectie. Dus stay tuned, zoals ze wel eens zeggen over de zee. Groetjes, ik ga naar slag. Doeg!